Goeiedag, welkom bij Tuincentrum TV. We hebben een aantal vragen gekregen en met name over het planten van een beukenhaag. Dus ik zit hier met mijn collega Marcel en wij gaan het vandaag hebben over het planten van een beukenhaag en alles wat erbij komt kijken en ook een stukje onderhoud. Marcel, kun je wat vertellen over met name bijvoorbeeld wat de schimmel precies doet en welke rol die speelt bij het planten van een beukenhaag en waarom het belangrijk is om toe te voegen? Een beukenhaag die haalt zijn voedingsstoffen uit de bodem met zijn wortels. Deze wortels kunnen niet alle voedingsstoffen in de bodem opnemen. Daar gebruikt hij het netwerk van de schimmel voor. Deze schimmel is niet direct aanwezig in de grond, maar moet zich ontwikkelen en hangt vast aan levende delen boven de grond. Oftewel de nieuwe beukenhaag. Wanneer de schimmel in de bodem aanwezig is, of sporen van de schimmel in de bodem aanwezig zijn, kunnen deze gaan samenwerken met de beukenhaag. Het is dus van belang dat op het moment dat de beuk geplant wordt, er schimmels of sporen in de bodem aanwezig zijn. Okay. Deze zitten in de aanplantgrond en kunnen dus gaan ontwikkelen en samenwerken met de beukenhaag op het moment na de aanplant. En moet je dan die grond altijd toevoegen bij het planten van een nieuwe beukenhaag? Het is zeker te adviseren om de grond altijd toe te voegen bij het planten van een nieuwe beukenhaag. Het is wel zo dat het grondafhankelijk is hoeveel je toevoegt, maar het is altijd verstandig om minimaal iets toe te voegen. Oké, en hoeveel zakken voeg je ongeveer toe per meter? Bij een gewone beukenhaag voeg je 1 zak per meter toe, bij een dubbele beukenhaag kun je 2 zakken per meter toevoegen. Okay. En bij een hele goede grond kun je eventueel nog iets minder, dus 1 zak per 2 meter toevoegen, maar ja, dat kan alleen bij een perfecte grond. Oké, en wat is eigenlijk een perfecte grond om al in te planten? En bijvoorbeeld zandgrond of kleigrond, hoe werkt dat precies? Een goede bodem voor de beukenhaag is een grond die een goede vochthuishouding heeft, dus die de vocht goed vasthoudt in de bodem. Dat er ook voldoende lucht is in de bodem. En een schimmelmilieu waar de wortels mee samen kunnen werken. Dus die schimmel dat bereik je door het toevoegen van de grond en eventueel bij te mesten. Ja. En hoe bereik je die ideale doorluchting, zeg maar? Dit zit ook in de aanplantgrond. Dat heeft een heel open structuur en er zit heel veel organisch materiaal gebonden, waardoor dat de grond heel erg open blijft. Oké. En dat geldt voor rode, groene beukenhaag en ook voor haagbeuk? Het verschil tussen rode en groene beukenhaag zit zich alleen in de cultivar. Het soort is hetzelfde, dus ook de eisen zijn hetzelfde. Oké. En haagbeuk ook? Haagbeuk is een ander soort, maar eigenlijk elke plant groeit het liefst samen met een schimmel of een goed schimmelmilieu in de bodem. Dus ook de haagbeuk. Oké. En wanneer kies je eigenlijk voor haagbeuk? Haagbeuk kies je als je een vroege bladval wil en dat je een lichtgroene kleur als haag wil. De beukenhaag wordt donkerder groen, de haagbeuk blijft lichter groen. En een haagbeuk die komt ook ietsje eerder in het groene blad in het voorjaar, toch? Een haagbeuk komt heel vroeg in het blad en laat het blad ook vroeg vallen. Oké. Even terug naar het planten. Je kunt in een enkele rij en een dubbele rij planten. Wat zijn precies de verschillen en wanneer kies je waarvoor? Het verschil zit hem in de groeikracht die je krijgt. Bij een dubbele rij heb je dubbel zoveel beuken, is dubbel zoveel groeikracht. Bij een enkele rij zet je 5 beuken of 4 beuken of 3 beuken, afhankelijk aan de hoogte per meter. Dus van een kleine maat soms misschien wel meer en van een hoge maat inderdaad 2-3. Ja, klopt. Oké. Als je het dubbel zet, heb je dubbel zoveel planten, is dubbel zoveel groeikracht. Je zet ze dan in een W-vorm, noemen we dat. Geschaard. Verschild. Mm-hmm. Hierdoor heb je op elke plek in de haag groeikracht en takjes bij de start. Waardoor dat de beukenhaag sneller dicht zou zijn. Ook doordat je dubbel zoveel groeikracht hebt en omdat die op meer plaatsen aanwezig is bij de start. Ja. Dus je krijgt gewoon een vollere, compactere haag met een dubbele rij? Je krijgt sneller een vollere, compactere haag. Okay. Op het moment dat de beuken oud zijn, dan volgroeit de haag zo vol als dat jij hem snoeit. Dan maakt het in principe niet meer uit. Dus het is vooral dus het startmoment dat het verschil maakt. Oké. Dan nog. Ik heb hier de druppelslang van Gardena en de Ecostyle Hagen AZ, de organische hagenmest. Even om te beginnen met de druppelslang. Waarom raad je die aan bij het aanleggen van een nieuwe beukenhaag?
Nou, na aanplant is het belangrijk dat er goed water gegeven wordt. Dit moet gebeuren na de aanplant en niet voor de aanplant of tijdens de aanplant, echt na de aanplant. Op het moment dat je de beuk hebt geplant en voetvast hebt aangestampt, ja, aangetrapt, leg je er, doe je het bevloeien middels water. Dit kan gewoon met emmers, maar het beste is het eigenlijk om met de druppelslang te doen. Dit komt omdat het vocht moet zakken tot op de plaats waar de wortels zich bevinden. Dat is niet in de bovenste 2 centimeter, niet in de bovenste 3 centimeter, maar tot 30 centimeter diep. Okay. Op het moment dat je met een sproeier of iets dergelijks water gaat geven, heb je heel veel kans dat alleen de bovenste 3, 4 of 5 centimeter van de bodem vochtig wordt en de plaats waar de wortels zitten, dus waar het vocht opgenomen moet worden, ja, niet voldoende bevochtigd wordt. Okay. De druppelslang die laat het heel langzaam. En je kunt gewoon uren aan laten staan, toch? Die kun je gewoon uren aan laten staan. Okay. Hij is in 7,5 meter en in 15 meter beschikbaar. Dus je kunt ze koppelen naar gelang de lengte die je nodig hebt. De hagemest, wanneer gebruiken we die? De hagemest is het beste om te gebruiken op het moment dat de plant gaat groeien. Dat is in het vroege voorjaar, dus echt op het moment dat de eerste temperaturen boven de 15 graden gehaald okay worden, is het verstandig om de mest erbij te strooien. Ja. Maar het is een organische meststof, dus het moet wat vroeger, omdat het 3 weken tijd heeft om in de grond te komen, toch? Ja, het heeft tijd nodig in de grond zichzelf om te zetten naar voedingsstoffen die de plant op kan nemen. En vanaf dat moment werkt die nog een langdurige tijd, dus het is verstandig om het vroeg in het voorjaar okay bij de plant. En waar, hoe zie je dat terug? In de groeisnelheid of in ja de kwaliteit van het blad? Of, allebei. Okay. Door de organische mest groeit de plant beter, sneller en vitaler. Okay. Dan nog even over de planttijd van beuken. Is er een ideale planttijd of kan je het hele jaar doorplanten? Je kunt het hele jaar doorplanten. Dit verschil wordt gemaakt in wortelgoed op het moment dat de bladeren bruin zijn, mm-hmm, en potgoed op het moment dat de bladeren groen zijn. Het beste moment om te planten is eigenlijk altijd het najaar. Dat en het voordeel natuurlijk, in het najaar is natuurlijk wortelgoed beschikbaar. Het ja is veel goedkoper, ja, dus wortelgoed in het najaar is eigenlijk de ideale periode. Klopt. En dat kan tot ongeveer eind april. Klopt. Okay. En pottijd is dus, potplanten is in de zomer. Klopt. Okay. Dan even over het onderhouden van de nieuw geplante beukenhaag. Heb je daar nog tips over? Net na de aanplant is het verstandig om de beukhaag licht te toppen, zodat hij iets minder kracht nodig heeft om uit te lopen op minder knoppen. Okay. Ook de wortels zijn afgesneden, hierdoor hou je de wortel-plantverhouding gelijk. Okay. En het is natuurlijk een mooier gezicht dat hij meteen bij aanplant mooi strak is. Okay. Even kijken of ik nog andere vragen heb opgeschreven die handig zijn om te weten. Op onze website kun je natuurlijk beuken bestellen vanaf de maat 40, 60 tot en met zelfs de hele grote joekels van 250 centimeter, 275 centimeter. Stel de klant bestelt een aantal meter beukenhaag en de juiste grond. Hoe snel is dat in huis en wie bezorgt dat? De beukenhaag die kan binnen 48 uur in huis zijn. Dit is ook het beste voor de beuk, dit is het beste voor de klant. Mm-hmm. En ze worden getransporteerd in dichte busjes door onszelf. Okay. Dus. Even kijken. Dat was hem eigenlijk. Stel dat jullie nog vragen hebben over beukenhaag of andere planten dat we nu niet behandeld hebben. Stuur ons dan even een mailtje naar info@apenstaartjetuincentrum.nl of bel even met onze klantenservice. Ja, dan kunnen we je nog gewoon op maat te woord staan. Voor nu was dit hem eventjes en tot het volgende filmpje op Tuincentrum TV.